Bij het maken van het weerbericht wordt door meteorologen vaak gebruik gemaakt van de weerpluim. Die pluim is bij uitstek geschikt om een trend voor de komende 15 dagen te schetsen. Daarnaast geeft de pluim ook de onzekerheid van de verwachting aan. De belangrijkste lijn in de pluim is de zogeheten operationele run. In het Europese weermodel wordt deze op de hoogste resolutie gedaan en dat levert dus ook de meest nauwkeurige verwachting op. Daarnaast is er ook nog een controlerun die begint met exact dezelfde uitgangspositie, maar de resolutie is dan wel lager. De hoofdlijnen van de pluim kunnen ingetekend worden, maar dan zijn we er nog niet. Om een weersverwachting op de lange termijn te maken, moeten we ook weten wat het actuele weer is. Om daar inzicht in te krijgen, maken we gebruik van weerstations, maar ook van schepen, vliegtuigen en satellieten. Niet overal op aarde zijn deze waarnemingen beschikbaar en daarom moeten er ook schattingen worden gemaakt van het weer op een bepaalde locatie. Omdat we dus niet overal weten wat het weer precies is, wordt er in het weermodel ook een schatting gemaakt. Dat is niet maar liefst één schatting, dat zijn er 50 om zo die onzekerheid in die verwachting mee te nemen. Uiteindelijk staat de teller op 52 lijnen. De operationele run, de controlerun en die 50 overige verwachtingen. Die worden ook wel de leden van de weerpluim genoemd. Die kleine verstoringen aan het begin van de verwachting kunnen een grote impact hebben op de lange termijn. Die lijnen van de pluim komen steeds verder uit elkaar te liggen bij een onzekere verwachting. In het ergste geval kan het verschil tussen het koudste en het warmste scenario zelfs 20 graden zijn. Het is te vergelijken met felle papier op de grond laten vallen. Ze komen niet op een nette stapel terecht, maar spreiden zich uit over de vloer. De pluim is dus een mooi middel om veranderingen in het weer op de lange termijn in beeld te brengen. De spreiding in de pluim geeft aan hoe zeker of onzeker de verwachting is.